Soms kan het zijn dat er in een mensenleven zaken gebeuren moet dat iedereen stil van buit. Zo stil dat niemand nog de wuiver dert te klappen. Tegen niemand, nee. Zelfs niet mee tegen zijn eigen. Omdat alles doos blijven steken. Dood diep in dat velden, onder dat buum en in dat bleer, verjoren en joren. Maar dan in een keer is het allemaal terug dood. Hallo, ik ben Michael Roskam. Ik ben de regisseur van de film Runskop. Bullhead, beter bekend in het Amerikaanse continent. Ik ben heel blij dat ik hier ben in Vancouver op het Internationaal Filmfestival. Ik kom net binnengevlogen, een paar dagen terug vanuit Austin. En ga nu weer verder richting Los Angeles, Chicago, New York. Maar dit is een hele leuke tussenstop, moet ik zeggen. Het is echt tof. Ik ga terugkomen. De reden waarom ik hier ben is omdat het Vancouver Film Festival deel uitmaakt van een soort Amerikaanse promotour die wij doen voor de film. Omdat gelukkig, en ik ben er heel blij om, is Runskop de Belgische vertegenwoordiger voor de nominaties voor de Oscars voor beste buitenlandse film. Dat is een hele eer, ik ben heel blij. Maar dat maakt ook natuurlijk dat er een beetje moet gaan gelobbyd worden in Amerika. Voilà, dus we hopen nu dat we, en dat is eigenlijk vrij noodzakelijk, we hebben een distributeur nodig, want dat is een van de regels om te mogen deelnemen aan de Oscars. Dus wij hopen nu door deze tour een mooie distributiedeal binnen te halen binnen het Noord-Amerikaanse continent. En als dat zo is, dat betekent dat de film hier volgend jaar terugkomt in de zalen. En dan zou ik wel zeggen, allen daarheen. En ik kom ook om een soort nieuwe alternatieve première in te luiden. En dan heb ik nog een goede reden om naar Vancouver te komen. Where is my chauffeur? Can you... Oké.